De significante vooruitgang van Suriname na drie uitdagende jaren, waarin offers, geduld en vertrouwen in een betere toekomst, was de rode draad van de boodschap van president Chandrika Prasad Santokhi gisteren tijdens de viering van zijn 65ste verjaardag. Van het presidentieel paleis vierde Santokhi op 2 februari 2024 de aanloop naar zijn 65ste verjaardag in gezelschap van weeskinderen uit verschillende tehuizen, personen met een beperking en senioren burgers. Hij kondigde aan dat de regering vanaf dit jaar initiatieven zal ontplooien om terug te geven aan het volk. Het staatshoofd vindt het belangrijk dat elke burger zich bewust is van de bijdrage die ze hebben geleverd aan het herstel van ons land. De eenheid onder alle Surinamers is mogelijk met de kracht van God, stelt de president. Dat onze Schepper, onze God, onze Bhagwan, onze Ishwar, ons kracht geeft, de Almachtige ons kracht geeft, geloof geeft, bescherming geeft, wijsheid geeft om door te gaan, om goede dingen te doen, dat we elkaar mogen respecteren, elkaar moeten waarderen, niet mogen discrimineren. Wij zijn allemaal kinderen van één God. En we zijn allemaal hetzelfde. We lijken allemaal op Surinamers. Sherlik Lilienthal, woordvoerder van de president, zegt dat gekozen is voor deze kwetsbare groepen vanwege het tekort aan aandacht die normaal gesproken aan ze geschonken wordt. Hiermede wil het staatshoofd het gevoel van bereidwilligheid vooropstellen, zegt Lilienthal. Weet allemaal, ze zijn bij elkaar in een instelling en niet allemaal hebben mensen die regelmatig op bezoek komen. En het is dan voor deze groep dan iets bijzonders om deze aandacht te krijgen van de staatshoofd, de hoogste persoon in Suriname. En ja, dat is dan zijn manier om terug te geven. De middag werd afgesloten met de taartsnijdenceremonie, gevolgd door optreden van de verschillende kindertehuizen en muziekgroepen.